Het is vandaag 22 graden. We zitten heerlijk in de tuin van Filmerts. Het is een en al vrolijkheid. Misschien doen we wel de hokey pokey. Maar eerst is het tijd voor een podcast assemble over Loki. Welkom bij weer een nieuwe Podcast Assemble. Heel snel naar de vorige. Podcast Assemble, de gelegenheid podcast van ShakeGeek en van Filmerts. Voor alle luisteraars die ons niet met beeld kunnen zien. Ik ben Richard van Filmerts. Naast mij zit Henk. Hallo. Dag Henk. Daar tegenover zit Melvin. Hallo. Hallo. En last but not least, achter de knoppen, Gerto Rijsdijk. Dag Gerto. Hallo. Hallo. Richard. Hallo. We gaan het hebben over Loki. The timekeepers have built quite the circus. And I see the clowns are playing their parts to perfection. We hebben alle 6 afleveringen erheen gejaagd. Ik zal even voor de luisteraars en voor de kijkers heel kort vertellen van wie het is. Het is door Michael Waldron in ieder geval bedacht. Als ik het zo goed uitspreek. Ook de schrijver van Doctor Strange 2. Oh. Dus dat zal vast met elkaar te maken hebben. Zullen we straks ongetwijfeld nog over hebben. Alle afleveringen zijn geregisseerd door Kate Herron. Bekend van onder andere Sex Education en de serie Daybreak. Oh, die op Netflix te zien was. Dat is het ook genoeg. En natuurlijk met de hoofdrol voor Tom Hiddleston, sorry. Die inmiddels de 6e keer nu Loki speelt. En die ook executive producer is van de serie. Uiteraard. Ja. Maar dat verbaast me niks voor niks. Ja. Toch? Oké, we gaan het hebben over Loki. Meestal starten we natuurlijk met één woord waarin we dan de serie omschrijven. Maar ik had nu wat anders leuk bedacht. Want we hadden natuurlijk in twee de woorden. Podcast voor over de podcast voor de Falcon en de Winter Soldier hadden we het over wat verwachten we van Loki. Nou heb ik opgeschreven. Gerto, kijk jou heel even lief aan. Oh shit. Ik kijk je heel gewoon aan. Maar ik heb hier jouw theorie. Ja. Wat jij dacht waar het over zou gaan. Ik zal het even voorlezen. Ja. Loki wordt gevangen genomen door het tijdreisbureau van Owen Wilson en ontsnapt en vlucht door de tijd heen. Dat we doldwaze avonturen meemaken samen met hem. Is het geen diepgaand verhaal in de serie. Oeh. Het is meer een kijk Loki in het cool zijn serie. Nou, perfect. Er zitten elementjes in die wel een beetje kloppen. En ik heb niet gezegd welke Loki, dus dat is wel. Nou ja. Nou goed, we wisten natuurlijk ook niet van tevoren dat er zoveel. Nee. Wisten we dat wel? Het ontsnappen zat er wel goed in. Ja. Dus dat is wel het gevangen genomen zat er ook wel goed in. Maar ja, dat zag je ook wel een beetje in de trailer. Owen Wilson had ik goed. Tijdreisbureau. Tijdreisbureau van Owen Wilson. Ja, precies. Avonturen. Maar als je nou zo jouw theorie leest, voldoet hij dan een beetje aan je verwachting? Nee. Ja, het is mijn verwachting overstegen, echt. Ik vind het echt de beste serie van Marvel tot nu toe. Sterker nog, ik vind het een van de beste Marvel-producties tot nu toe. Oh. Ik weet dat als ik stiekem naar links kijk. Ik weet dat mensen er anders over denken. Dus ik ben heel benieuwd waarom zo enthousiast. Nou, het is kijk, vroeger was een superheldenfilm. Ik schaar dit even onder het superheldengenre, zeg maar. Ooit begon dat met een man in een pak en die vecht tegen een grote bad guy die een groot plan heeft, whatever. En inmiddels zijn we hier beland dat we gewoon een superhelden productie kunnen maken die gaat over een tijdreizende demigod die zijn geen klonen, maar die andere versies van zichzelf tegenkomt en hij wordt verliefd op één versie daarvan. En dan blijkt er een man aan het einde van de tijd te wonen in een groot kasteel. Ik vind dit zo fucking origineel en leuk en over de top en weird. En ik vind ook dat Loki, dat is een karakter wat begon als eigenlijk meer een best wel een simpele bad guy. Ik vond hem helemaal geen weinig diepgang hebben in Thor, de eerste Thor film. En hij is gewoon gegroeid naar een of andere lovable, rogue, Bugs Bunny type die overal mee wegkomt. En ja, ik vind het geweldig. Het ziet er geweldig uit. Het is leuk. Het is origineel. Er zit heel veel plezier in. Er zit lekker veel vaart in. Er is geen enkel moment dat ik me heb verveeld tijdens deze serie. Endgame, wat ik daarnaast ook geweldig vind. Hè, maar tot op zekere hoogte is dat gewoon een superheldenfilm. Waarin superhelden gaan knokken tegen de grote bad guy. En dat was hier gewoon helemaal niet. En toch is dit gewoon ja iets cools. Ik dat is het. Ik kan er niet meer van maken. Ik vind het geweldig. Echt. Henk. Vertel. Big metaphor guy. I love it. Makes you sound super smart. I am smart. I know. Okay. Ja, ik trek Tom Hiddleston gewoon heel slecht. En als Loki of überhaupt?
Ik denk wel als Loki. Sowieso zijn karakter vind ik gewoon niet heel lekker. Maar fijn dat Gerto zo enthousiast is. Nou ja, dat is heel fijn. Ik bedoel, dat je ervan kan genieten. Dat wel goed voor de discussie dit. Ja. Maar ja, nee, ik heb me eigenlijk vanaf de eerste aflevering merkte ik gewoon dat ik niet in into Loki ben. Dat ik Loki gewoon echt een beetje een irritant personage vind. Die met zijn, voor mijn gevoel, net een beetje overacting-achtig doet. Owen Wilson staat, als je 3 jaar terug onze cringe list aflevering van Filmers hebt gekeken, dan staat Owen Wilson ergens op mijn cringe list lijstje. Dus die gast kan ik echt niet hebben. Op een of andere manier. Ja, die was er dan ook nog. Ja. Maar verder moet ik wel, ja, ik moet wel zeggen, het ziet er, ik vond het er fantastisch uitzien. Ja. I couldn't care less, was het alleen. Dat vond ik gewoon jammer. En toen die Sylvie erbij kwam, toen dacht ik helemaal van, oh, echt? Deze vind ik ook irritant. Oh man. Ja, en dat was nou, eigenlijk tot zover podcast assemble. Eigenlijk, ja, maar dat is meer personage dus eigenlijk dan, zou je bijna zeggen. Ja, ze zijn gewoon een beetje, ja, misschien dat super egoïstische backstabbing, dat vind ik gewoon niet zo'n leuke trope of zo om te hebben als karakter. En dan denk ik van, ja. Gaat het er niet worden. Nee. En toen die dood ging, dacht ik eindelijk van, gelukkig, dan hebben ze nog wat mee gedaan. Maar toen, ja, toen leefde hij ook nog weer. Maar ik vond het einde, die Jonathan Myers, vond ik echt heel vet. Ja. Dat vond ik echt de beste aflevering eigenlijk. Dat ze eigenlijk alleen maar daar zaten. Dat één lange dialoog. Ja, dat vond ik wel heel vet. Maar bijvoorbeeld op die planeet dat ze dan bijna doodgaan. Dacht ik, duurt lang. Oh, ze gaan het uitrekken tot de volgende aflevering. Oh, daarom duurt het nog langer. Dus ik heb me wel degelijk aardig wat momenten dat ik dacht, oké, ik kijk dit echt omdat ik straks podcast assemble opneem. Ja. Maar je moet wel. Maar ja. Je bent tot nu toe niet echt enthousiast over geen enkele Marvel-serie. Nee, ik zit een beetje te twijfelen. Nee, dat is waar. Ik zit een beetje te twijfelen of ik dan door de production design en door... Want ik vind wel wat ze uiteindelijk met het verhaal hebben gedaan heel gewaagd. Ja. En wat de implicaties daarvan heel gewaagd. Dus ik denk dat ik hem daardoor bijna bovenaan alle series zet. Ja, denk het wel. Want Captain America of Falcon and the Winter Soldier... Ja, je mag Captain America zeggen. Vond ik over zijn al geheel vetter. Zeg maar qua actie en qua pacing en qua buddy-cop. Dat vond ik leuker daarbij. Maar dat is ook denk ik meer Marvel, denk ik. Loki is echt even weer zo'n sidestep. Ja, waar ben jij dan ook meer van de traditionele superhelden film van lekker knokken? Het grote masterplan moet tekenen. Ja, nou, ik zat nu toevallig vorige week Ragnarok nog te bekijken. Omdat iedereen zei van, die is zo vet. En toen dacht ik, ja, ik vond hem niet zo. Maar ik vind dan altijd van, ik moet hem dan nog een keer kijken. Misschien dat hij nu opeens wel klikt. Maar het zijn gewoon allemaal van die asshole characters. En dat trek ik gewoon niet. Allemaal van die, dat ze aan het praten zijn. En dat Hella. Hij is dan aan het praten, die kale gast van Star Trek. En dan zegt ze, oh ja, sorry, ik was niet aan het luisteren. Dan dacht ik, ja, dat is zo'n asshole. Eigenlijk dat constant afzeiken. Ja. No, I won easily. Doesn't sound right. Well, that's true. En dan er dus laatst achter, even een kleine segue. Als je Friends, de serie, vindt natuurlijk hartstikke leuk, hebben we allemaal om gelachen. Maar als je daar dus geen publiek bij denkt, dat die mensen zitten elkaar dus constant 10 jaar lang eigenlijk gewoon compleet af te zeiken. Eigenlijk. Even on-site. Dus een beetje, dat snap ik een beetje, denk ik, wat je bedoelt. Dat je natuurlijk van die mensen hebt die constant tegen elkaar zitten te zeiken. Dat je denkt van, het mag allemaal wat vriendelijker. Nou, daar zit misschien voor veel mensen juist de humor in. Ja, dat denk ik dus ook. En dat was heel anders, vond ik, dan bij andere Marvel-characters. Want daar zeker ze elkaar niet echt af. Of Tony Stark was wel een beetje egoïstisch en dat soort dingen. Tony maar dat, Snark. Ja. Ja, dus ja. Hey Melvin, ik heb voor jou ook nog een theorie. Je hebt ook wat geroepen de vorige aflevering. Oh ja? Oh, ja, wat dan? Toen zei jij... even kijken, dan zien we hoe Loki van invloed is geweest bij belangrijke gebeurtenissen in onze geschiedenis. Oh ja. Nou hebben we dat volgens mij maar volgens mij is één dat één op één, toch? Met de serie. Ja, met de eerste aflevering, toch? Die B.D. Cooper? Ja. Ja. Oh, dat is volgens mij het enige, toch? Ja. Ja. Nee, dus er zat niets in eigenlijk. Nee. Of dan bijna niets. Nee, ik had echt Pompeii. Eerder de hoop. Ja, Pompeii. Ja, daar hebben ze zich niet in. Ja, oké. Een soort van hoop dat het iets zou worden zoals Forrest Gump. Tenminste, niet de hoop, maar dat zag ik echt wel voor me. Ja, zo. Maar dat was niet zo. Nee. Teleurstelling? Klinkt het een beetje? Nou ja, nu dat ik Gerto ook heb gehoord en Henk ook. Ik denk dat ik toch
Falcon and the Winter Soldier overal cooler vond. Mm-hmm. Maar Loki had meer pieken. Dus die sprongen op momenten vond ik hem veel beter. Maar op heel veel andere momenten ja, minimaal. Ik vond die laatste aflevering eigenlijk ook het minst leuk. Omdat er zoveel dialoog in zat. Ja, en dat het op één plek was. En dat ze op die planeet zijn waar ze expres zijn. En waar ze naartoe ontsnappen, zeg maar. Dat vond ik eigenlijk ook geen leuke aflevering. You're not big on trust, are you? Oh. Ik vond eigenlijk toch... Ja, nou, nu dat ik er meer over nadenk... Er zijn heel veel toffe dingen. Want dit heeft nog nooit... Er is nog nooit volgens mij iets gebeurd in een alleenstaand ding dat zoveel invloed zal hebben op de MCU. Dus dat vind ik heel tof. En heel origineel, inderdaad, heel gewaagd. Maar ja, ik vond het bij Vlaag ook een beetje saai. Ja, maar dat is... Dat is misschien wel wat extreem, hoor. Ik snap wel wat je bedoelt. Ik heb precies hetzelfde. Ik vond het allemaal wel heel interessant. Maar ik merk voor mijn gevoel dat nog steeds het vuurwerk moet nog steeds van de films komen. Het is niet dat op hetzelfde niveau zit op een of andere manier. Nee. Er had meer in kunnen zitten, specifiek in dit verhaal. Want je hebt het over... Eigenlijk hebben ze het over oneindige variants. En je ziet er een paar wat langer. Die drie of vier eigenlijk. Ja, maar dat paraderen ze natuurlijk door te zeggen dat monster, hoe heet het, Elliot? Elliot, volgens mij. Die ruimt natuurlijk de void op, dus waarschijnlijk heeft hij al 300 Loki's in het achter de kiezen. Nee, dat is ook wel, maar ik dacht, ik had gewoon verwacht dat je er nog meer zou zien. Ja. En wat je ziet, dat is dan voor een 1 minuut de President Loki en de rest. Ja. Nou ja, en vier anderen in de hele aflevering. Maar ik vind het juist goed dat ze het niet gedaan hebben. Want dan zouden ze zeggen van, kijk eens, welke variant krijgen we nu weer te zien? En er moet natuurlijk wel een verhaal in zitten. En als dat de verhaallijn was geweest, dan was dat weer een beetje te simpel geweest, denk ik. Ik vond wel de effecten, of de wat je zegt van het vuurwerk. Ik vond in deze hele serie over het algemeen de effecten wel echt filmstandard, zeg maar, kwaliteit. Ja. Ja. Bijna alle effecten waren gewoon echt heel goed gedaan. Ja, ik bedoel, maar met vuurwerk doelde ik ook meer. En dat is misschien wat we inmiddels van Marvel gewend zijn. Wat ook een gevaar is. Dat is natuurlijk Black Widow. Die heeft natuurlijk ook recentelijk gekeken. Als je natuurlijk die eindbattle ziet. Ik ga het proberen niet te spoilen voor Black Widow. Dat zou natuurlijk gevaarlijk zijn. Maar iets valt uit de lucht aan het einde. En de superhelden vallen er tussendoor. En de vijanden en het vecht allemaal met elkaar. En het is, je weet bekans niet wanneer je adem moet halen. Ja. Dat is natuurlijk heel spectaculair. En ik snap natuurlijk dat voor een serie, dan neem je de tijd. Want je hebt een verhaal te vertellen. WandaVision is natuurlijk niet heel anders. Die heeft dat ook. Hè. Dat is natuurlijk de meerwaarde van die series. Maar aan de andere kant merk ik voor mezelf wel... Ik mis net dan toch een of andere manier even zo'n adrenaline shot. Ja. Wat die Marvel films wel geven. Misschien zijn de series er ook niet voor gemaakt natuurlijk. Ik had wel zien dat ze meer budget hebben. Mm-hmm. Ik heb bij WandaVision vaker het idee gehad dat ik naar een tv-serie keek. Dat had ik bij Loki bijna niet. Behalve af en toe als het niet een set was. Mm-hmm. Of tenminste als het duidelijk een set was. Zoals die stad waar die... uiteindelijk met Sylvie langs het water zit of zo. Ja, dat voelde voor mij Maar dat was heel allemaal greenscreen, hè? Het is allemaal, denk ik, toch? Hebben ze überhaupt praktische... Hebben ze sets gehad eigenlijk? Nee, de TVA is wel een set. De TVA is volgens mij ook een hotel. Een of andere jaren 70 hotel ergens in Los Angeles... wat ze om hebben gebouwd naar de TVA. Okay. Maar de rest is inderdaad allemaal greenscreen. Ik hoop ook dat zij een keer de volume gaan gebruiken... die ook in de Mandalorian gebruikt wordt. Ik denk dat er echt zich voor leent. Maar dat was inderdaad wel allemaal greenscreen. Hij voelde wel bijvoorbeeld, die aflevering vond ik niet heel goed werken qua hoe het eruit zag. Maar de vijfde aflevering, zaten ze eigenlijk ook de hele tijd, dat werkte dan weer beter. Dus waarom dat dan net even waarom dat beter plakte of zo. Ja. Zal dat dan te maken hebben met de tijd die ervoor gegeven is om het te renderen? Ja, of ze net verkeerde lichtsettings hadden gebruikt. Die ze toch dachten van, we willen toch zo'n soort setting maken. En dan matcht het net niet helemaal lekker. En dan voelt het gewoon net niet helemaal lekker in elkaar. Ja, je zag wel echt dat daar flink wat color grading overheen was gegaan en zo. Dat vond ik inderdaad ook niet zo mooi. Ik vond dat grauwe, dat was echt fake grauw. Dat was echt zo van, trekken de saturatie omlaag en dan is het de desolate wasteland of zo. Dat... Maar ik voel goed. Ik vond die aflevering geweldig. Ik vond het allemaal geweldig. Wow. Kan me niks schelen wat jullie zeggen. Nee, maar Richard, wat... En jij? Ja, Richard. Ik heb toevallig van de week even meteen sluiker klaarmaken voor filmdomein.nl. Heb ik natuurlijk recensie moeten schrijven. Of je moet niks in het leven. Heeft filmdomein eigenlijk een jingle?
Wij hebben zeker geen jingle, want wij zijn natuurlijk alleen maar in schrift. Dus we hebben helemaal geen jingle nodig. Dan moet je zeker een jingle. Richard is filmdomein.nl, dan weet je het wel. Misschien moeten we die eens maken, Henk. Ja. Dat soort van sampletje. Elke keer als we filmdomein zeggen, dat we dan... Dat we hebben wel een kassateken. We hebben dus wel zo'n ping nu bij Filmers. Die als we dan referenties doen naar andere podcasts, dat we dan een ding, filmdomein-ping. Eigenlijk hadden we hier even zo'n... Klein belletje moet hebben. Ik zit even te kijken, want ik ga hem even voorlezen. Jij wilde dat er meer actie in zat, voornamelijk. Ja, precies. Nou, dit was mijn verhaal. Het eerste seizoen van Loki is het officiële startsein van de vierde fase van het Marvel Cinematic Universe, waarin we als kijker ondergedompeld zullen worden in het nieuwe te ontdekken multiverse. Volgens mij zit WandaVision nog voor, maar maakt het niet uit. Het levert een bijzondere serie van 6 afleveringen op, waarin we kennis maken met de heilige tijdlijn en de risicovolle vertakkingen hierop, dat fans zeker een groot plezier zal doen. Daar komt hij, de toch. Toch ontbreekt het de serie een beetje aan het welbekende Marvel-geweld waaraan we inmiddels zo gewend zijn geraakt. Loki is vooral een hoop dialoog en dat is op zich best interessant. Maar met wat minder woorden had de serie wellicht net iets meer weten te vermaken. Aan acteur Tom Hiddleston ligt het overigens niet. Henk? Ja. Die nu voor het eerst de mogelijkheid krijgt om het personage uit te diepen die hij inmiddels al meer dan 10 jaar lang speelt. Hij grijpt de kans bij beide handen aan, maar... Nog even voor jou, Henk. Schiet daardoor soms wel een beetje door een overacting. Loki is vooral een fijn opwarmen voor alles dat de toekomst van Marvel Cinematic Universe te bieden zal hebben. Maar het echte vuurwerk moet toch nog steeds van de film zelf komen. Dat was een beetje mijn conclusie, om het maar zo te zeggen. Ik ben het er niet mee eens. Nee, dat weet ik. Nou, laten we het dan in ieder geval over die... Nee, maar kijk, weet je, ze doen iets anders. Ze laten juist zien dat je niet altijd actie nodig hebt. En dat is precies de tweestrijd die ik constant met mezelf heb. Dat ik denk van, ja, ze doen wat nieuws en ja, ik vind het tof. Maar aan de andere kant mis ik toch altijd. Bepaalde Die fans Marvel. Hebben gewoon altijd iets te zeiken. Wat is dat toch? Ja, weet ik dat niet. Het is ook nooit weet goed. Het is net Star Wars. Het is, ja, oké. Nou ja, je hebt wel gelijk, maar... Nou ja, ik weet niet wat het is, maar alsof je net wat... Maar ik denk dat dat komt uit het probleem van Melvin ook. Dat net die laatste aflevering, er zit zoveel dialoog in. Oh ja, we moeten toch nog even vechten. Dan zit die redelijk spectaculaire vechtscène erin tussen Sylvie en tussen Loki. Maar het is eigenlijk ook zo snel voorbij. Dat je dat bijna lijkt van, oh, we moeten nog even actie. Anders hebben we hem echt compleet alleen maar dialoog gevuld. En ik denk dat dat een beetje schuurt, merk ik. Yeah. In mijn lichaam. Yeah. Mijn gevoelens over Loki schuren tegen elkaar aan. Vertakkingen de goede en de slechte. Maar Gerto, jij de officiële start van de vierde fase? Ja, ik denk dat dat toch echt wel WandaVision is. Hoor. Ja, maar zijn ze dat niet alle drie dan... Ja, eigenlijk Falcon en Soul natuurlijk niet. Maar zijn ze dat niet WandaVision en Loki dan samen? Omdat die natuurlijk dat multiverse nu beide... Ja. Kijk, ik heb het idee dat Wanda... Ja... Je hebt in die zin gelijk dat dit waarschijnlijk het ding... De MacGuffin van de... Van de multiverse gaat worden. Van fase 4 gaat worden, denk ik. Maar... Ik denk niet, volgens mij niet de MacGuffin. Maar... Nee, oké. MacGuffin is iets wat uiteindelijk niet is, toch? Nee, MacGuffin is iets waar ze... Een project waar ze achteraan gaan. Ja, precies. Dat wordt niet benoemd. Of niet dit is het thema. Dit is het trope, whatever. Dit is het ding waar de multiverse om gaat draaien. Ja. Dus in die zin heb je wel gelijk. Ja, je hebt wel gelijk. Dank je. Nou, breng mij dat op een... Wanda heeft de multiverse nodig. Want zij heeft natuurlijk gewoon dat boek... waarmee ze shit kan summonen. Of wat is het? Ja. En, nu je dat zegt. Nee, maak feestverhaal af. Dan gooi nou, dan zit er dus in de multiverse. Er zal vast wel een dimensie zijn. Of een alternatieve tijdlijn zijn waar zij kinderen heeft. Dus zij heeft de multiverse nodig. Dus ik denk dat ze zo inhaakt op Doctor Strange. Dat zij op zoek is naar haar kinderen. Want ze hoort haar kinderen ook. Terwijl zij... aan het scène is met de projection versie van zichzelf. Maar zou dat moment dan tegelijk zijn met de finale van Loki dan? Ja. Dat gewoon één op één is. Dat moment dat zij haar die kinderen zijn er niet. Precies. Dat zou best wel eens kunnen, ja. Dat is wel een goeie. Dat ja. Dus dat staan. Zij is aan het in de seance en als zij die kinderen hoort, dat is wanneer er een vertakking komt. Ja. Waar dus de hel uitbreekt wanneer Kang, wat laten we wel gewoon bij bezig met de naam noemen. Het is natuurlijk gewoon Kang the Conqueror. Ja. Hij is het natuurlijk gewoon, dat weten natuurlijk allemaal. Nee. Ondanks dat Marvel nog steeds niet uitspreekt. Ja. Nou, het idee is volgens mij dat degene die we nu gezien hebben is dus de One Who Remains. Maar degene waarvan we het beeld zagen in de nieuwe TVA, dat is in die tijdlijn Kang the Conqueror die daar de oppermachtige is. Ja, dus Loki is eigenlijk naar de verkeerde tijdlijn gestuurd. Ja, heb ik jou daar nog over gebeld? Het over gehad, ja. Ik begreep niet helemaal hoe dat kon. De TVA staat buiten de
de tijdlijn of de multiverse. Nee, maar toch, dat zie je. Want van daaruit, dat centrale punt, gaan ze door de tijd. Ze hebben niet gezegd dat ze de TVA zouden kunnen veranderen. En dat is duidelijk wel gebeurd. Ja, het zou natuurlijk wel raar zijn ook, toch? Of is de TVA dan gewoon... Maar is niet, zeg maar, de hele cirkel tijd. Plus het eilandje in het midden, zeg maar. Ja. En dan heb je ook nog de limbo, de ding waar die... Eliath zit. Ja, de Void. En de TVA. Wordt die dan niet ook gesplit, zeg maar, zoals je in dat kleine... elementje zag dat gewoon allemaal gesplitst is. Dat zou je denken, maar er zijn er dus ook superveel TVA's. En volgens mij is er op dit punt is er maar één tijdlijn en één wereld. Ja, maar en die vertakkingen zorgen voor meer werelden. Het zou kunnen dat als er één TVA is, maar er zijn wel meerdere Kangs of meerdere... Ja. Dus dan is dan toch... Ja, je weet natuurlijk ook niet in welke tijdspad ze zitten, dus misschien... is dit een ander tijdpad wel, waar dus Kang the Conqueror naar de TVA is gegaan om en daar te heersen. En uiteindelijk dat een andere Kang de TVA dat overgenomen maar heeft. Wat ook zou kunnen, klopt. Er is natuurlijk wel om gelogen. Hè? Dus tegen de mensen die bij de TVA werken, hebben ze natuurlijk gezegd van jullie zijn bijzonder en weet ik veel meer. Maar dat zijn ook allemaal variants. Dus het kan, en ze hebben ook in 3 robot het animatronics. Dus het kan best zijn dat die TVA, dat het helemaal niet buiten de tijdlijn staat. Dat gewoon bullshit was om die mensen gewoon zichzelf speciaal te laten voelen. Nou, ik hoorde de Safe theorie space. Dat de TVA zich in de Quantum Realm zou bevinden. Omdat zowel in Ant-Man als in Ant-Man 2 en of Infinity War en in Loki is er zo goed als hetzelfde gezegd. Time works different in this place. Ja, en je ziet die stad ook, hè? Want daar is het ook nog steeds niet helemaal verteld. Ant-Man 2. Ja, en die zit dus ook hierin. En het kan best zijn dat zij inderdaad... Zij kijken op een gegeven moment je buiten. Ziet een stad en die dat zou dezelfde in de Quantum Realm als hier. In de Quantum Realm, ja. Ja, en het bijzondere is... Of bijzondere, Ant-Man 3 is Kang the Conqueror... is de bad guy in Ant-Man 3. Hey. Of in ieder geval, die gast zit erin. Ja, hij zit dat erin. Zou dus ook moeten doen. Ja, precies. Maar als het Kang the Conqueror is... en we gaan weer terug naar die stad in de Quantum Realm... dan zou dat natuurlijk dan inderdaad... Dan zou dat kloppen, ja. En het ja. was wel volgens mij in de comics... dat die stad van Kang is, toch? Dat weet ik heb niet. Heb ik ergens dat een keer dat langs zien komen... Kang of Kang Rush of zo. Het is eigenlijk Kang. De gang van Kang. De Kang bus. We protect... proper flow of time. Ghetto, jij wilde het nog even over Sylvie hebben. Ja. Want we gaan zo even nog uitgebreid over de toekomst van Marvel hebben. Ja. En ik weet dat Henk daar heel veel over te vertellen heeft. Maar ik wil eerst even... Nee, jij wilt eerst even over Sylvie. Ja, ik wilde zeggen dat ik Sylvie naast die zus van Black Widow echt een hele goede toevoeging vind aan de MCU. Goed, dan gaan we nu naar de toekomst van het... Nee. Nee, ik vind haar gewoon heel leuk. Ja. Ik vind het ook heel cool dat zij gewoon... Ja, dat ik vind het leuk als er gewoon nieuwe karakters in komen die ook niet... Ze is Loki, maar ze is ook weer niet Loki. En ik vind het gewoon cool. Ik vind het gewoon ik denk dat zij ook vaker terug gaat komen. Ik weet niet, ik ben gewoon fan van haar. Ik vind het heel leuk. Ik vond ook helemaal iedereen van, nee, ze heeft blond haar. Dat langzaam was krijgt dat ze nu... een ding? Ja. Dat was echt op de Reddit Marvel forums. Daar ging iedereen helemaal over de flos van, dat klopt er wat niks van. Want maar toen zag je dus inderdaad die flashback dat ze zwart haar had. Maar ja, ik vind het gewoon heel leuk. Ik vind het ook fantastisch, het concept dat hij verliefd wordt op zichzelf. Dat vind ik al briljant. Ja, dat vind ik wel grappig. Ik vond het ook heel leuk dat zij is geen... Wat was het dan nog? Ja, maar je kunt toch ook gewoon prima... Heel raar misschien dat dit zeggen hoor. Maar als je nou een andere versie van jezelf tegenkomt, een vrouwelijke versie. Ja. Dan kun je daar toch... Ja, het is natuurlijk raar dat je verliefd wordt op jezelf. Maar het is toch ook niet heel raar dat je verliefd wordt op jezelf. Omdat je dan toch iemand vindt... Het is ook niet echt op jezelf. Het is iemand met dezelfde eigenschappen. Ja, maar die als neem ik aan hetzelfde denkt. Hetzelfde... Ja. Mindset het is een hele goede manier om narcisme uit te leggen, toch? Ja. Voor Loki. Ik vond het heel cool. Ik had niet het. Ik vond niet. Ik vond het denk ik eigenlijk helemaal niet zo leuk. Niet zo, eigenlijk niet vond je heel de serie niet zo leuk. Nee, ook, maar ook haar niet. Ik vond haar geweldig. Niet zo boeiend, denk ik. Als in de motivatie is. Ik ben een variant. Ik ben weggehaald als kind. En uit wraak maak ik alles kapot. Ja. Ik vind dat wel een goede motivatie. Wat is daar verkeerde motivatie aan? Dat zij tegen de TVA ik die heb meer idee mensen dat kapot maakt. Dat we tot nu toe... Nou, dat volgens mij wat de TVA doet is zorgen dat
het universum niet explodeert. Ja, maar zij weet dat het TVA, dat het niet is wat het is. Daarom, zij kan de gedachten van die mensen lezen. En zij weet dus dat er meer aan de hand is. En zij probeert juist die mensen ook eigenlijk te bevrijden van de TVA. Maar nu staat het universum op. Maar dat dacht toch? Ze uiteindelijk pas. Of wist ze dat? Dat wist ze nog niet voordat ze in die mall was geweest, toch? Of wel? Nou, dat wist ze. Want ze zat toen met die bewaker. Zat zij op vakantie was ze toen. Ja, weet ja, je precies. Nog? Toen pas, maar toen pas wist ze het, toch? Van, hey, ja, maar ze wist die bewaker wist het toen. Maar volgens mij weet Sylvie het die al weet langer. Het al lang. Maar dan nog het alternatief. Is dat die mensen gezept worden, of hoe je het ook weer noemt, gefruit, zo'n soort van woord, gepruned. Oh, en dat ze bij, ja, dat ze bij Eliot, dat is niet zo, in de Void. Dat ze in de Void komen en daar doodgaan. En nu werken ze voor de TVA. Ik zie niet in dat dat zo verschrikkelijk is. Die mensen werden toch helemaal niet gepruned? Die werden gewoon weggehaald uit hun eigen tijdlijn en die werden gebrainwashed om voor de TVA te werken. Ja, maar niet iedere versie, toch? Niet iedere versie, nee. Of zou dan misschien die gaan race alleen Loki's naar de Void. Ja, ja, dat zit ik nu te bedenken. Ja, we gaan alleen Loki's. Dat zegt ze op een gegeven moment. Loki's zijn de enigen die overleven. Dat zeggen ze ook als ze in de Void komen. Waarom zijn er zoveel Loki's? Ja, Loki's vinden altijd een manier om te overleven. Dat zeggen ze ook. Ja. Ja, 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 dat zeggen de Loki's. Maar die weten maar ook niet ook, helemaal wat er aan de hand is. Maar er zijn geen andere karakters naast Throck en Owen Wilson. Verder is er niemand in de Void. Maar waar gaan die dan naartoe? Wat? Nou, waar gaan die andere mensen die gepruned worden dan naartoe? Ja. Die worden doodgemaakt door Eliot. Ja, oké. Okay. Dus iedereen gaat daar naartoe. Alleen de Loki's overleven het. Ja, gek genoeg. Dus al de variants, die sturen ze ook daar naartoe. Of die werken voor de TVA. Ja. Werken voor de TVA lijkt mij aangenamer dan opgegeten worden in de Void door Eliot. En waarom word je dan uitgekozen om daar te werken? Ja, omdat je de tijdlijn verstoort. Dus ja, maar zullen er dan ook meer Mobius-versie daar dan eigenlijk rondlopen? Ja, dat zou best wel eens kunnen. Is dat misschien die B-15, die bewaakster? Dat, is dat ook natuurlijk een versie van Owen Wilson, maar dan de vrouwelijke versie? Dat zou best wel eens kunnen. Dat is fucking briljant dit. Ja, waarom dus we hebben het hier gewoon nee, fucking, dat is toch leuk? Ja, nee, dat is 100% waar. Maar ik zit er nu ook en ik was af te vragen. Maar daarom doen we dit ook. Ik heb zo'n zin in seizoen 2 van Loki. Ja, sowieso is er nog een Loki, hoogstwaarschijnlijk, gok ik. Omdat Mobius zegt tegen, laat ik het even onze Loki noemen. Mm. Van, hey, ja, jij werkt toch bij boekhouding? Of zoiets. Dus het zou kunnen. Hij dacht gewoon. Nee, dat zou kunnen. Maar het zou dus ook de kant op kunnen gaan dat er een Loki is die echt voor de TVA werkt. Nou, misschien werkt er onze echte Loki. Want dit is ook niet onze Loki. Dit is de Loki 2012. Ja. De tijd reist via Endgame. Dus eigenlijk is dit helemaal niet onze Loki. Maar misschien is het inderdaad de Loki wel die voor ons Loki is. Wel de Loki die we het over hebben. Nee, ik denk dat de Loki die onze Loki is. Die dus niet deze Loki is. In deze. Ik kan hier niet iets meer van maken. Nee, ik denk dat die echt al dood is. Ja. Hoe kwamen we hierop? Nee, ik vind Sylvie cool. Maar we gaan verder. Nee, dat mag. Nee, dat was het. Nee, precies. Maar wat is dan die eindeloze... je hebt zo'n vista, zeg maar. Ze zitten in die die soort van diner room, heb ik het idee. Owen Wilson en Tom Hiddleston. Dan kijken ze naar buiten, volgens mij. En dan zien ze, zeg maar, zo'n... grote bibliotheek. Oh nee, een stad. Zo'n vliegende metro's. Wat zit daar dan? Wat is dat? Dat is die stad in de Quantum Realm, denk ik. Wat is daar? Dat weet ik niet. Daar wonen denk ik al die mensen dat, van de dat TVA. Denk ik ook. Maar dan is de TVA toch veel groter. Dus dan zou het... Ja. Ik zat te denken, dan zou het dus prima kunnen dat je gewoon hier een stuk TVA hebt. Hier een stuk TVA die nooit elkaar tegenkomen. En daar gewoon twee variants. Ja, dat zou kunnen. Dat zou dan misschien weer een beetje verklaren hoe het zit met... dat hij in de verkeerde TVA komt. Nou, dat dacht ik van, het hoeft niet per se een hele andere TVA te zijn, maar eerder een ander stuk van de TVA. Ja, alleen is dat beeld nog steeds veranderd. Dat is dan wel... Ja, precies. Dat het een andere variant van Owen Wilson is in plaats van... En daar zou dan het beeld staan. Oh ja, ja, maar dat klopt dan. Ja, alleen het beeld van Kang is dan een beetje... Ja, bijna. Ja. Nou, en dat daarom wil ik het dus over de gevolgen hebben van... Oh ja. Dat we het daarover hebben. Ja, over bij deze. Of over seizoen... Bedoel je de verwachting voor seizoen 2? Of wat dat... Nee. Wel, het nou ja, MCU is nu op de kop. Eigenlijk wat je nu snapt, denk ik... Als je ziet soort van... Een soort van... Oké, okay, dit is er gebeurd in de Marvel Cinematic Universe. En we hebben Multiverse of Madness, Doctor Strange. Ja.
We hebben de What If-serie die net volgens mij is aangekondigd dat het allemaal canon gaat zijn. Ja, dus dat ja. allemaal soort van variants of in ieder geval andere multiverses zijn. Ja, wat dus echt wel klopt nu, omdat nu bestaat er een multiverse. Dus dat What If, ja, dat is niet meer What If eigenlijk. En we hebben ook nog Eternals, wat Richard opmerkte, zij komen, zij gaan nu intervenen. En dat zou kunnen zijn omdat er nu een multiverse is en dat vinden ze niet oké of zoiets dergelijks. En we hebben dus, dat is een beetje hetzelfde, maar Scarlet Witch die ook iets anders wil zoeken. En die zit in Doctor Strange 2. Ja, zij speelt precies. gewoon, daar zit waarschijnlijk heel de film mee. En maar laat Spider-Man is Spider-Man. En Spider-Man. Ook nog met de Spider-Verse. Hoe? Ik ben zo benieuwd. Hoe ga je dit uitleggen aan het normale publiek? Gaat hij niet straks in die bioscoop zitten en denken... Wat? Ja, is er nog normaal publiek? Dat vraag ik me dus af. Ik denk het wel. Volgens mij Feige laatst gezegd van... Nou, je kunt toch niet helemaal zonder de series. Ja, precies, daar hadden we het vorige keer over. Ja, dat kan gewoon niet helemaal, met dit. Want als je nu naar de bioscoop gaat... Dan bestaat er een multiverse. En dan moet je wel een flashback of een best wel lange intro krijgen. Want wij hebben de hele serie gekeken. En hebben nu nog steeds iets van... Wacht, maar... Ik denk dat gewoon een stukje... Dat het eigenlijk helemaal niks uitmaakt. Ik denk dat iedereen dat pikt en het wordt een groot succes. En het wordt iedereen zegt van oké, nou ja, dat kan. Into the Spider-Verse pikte ook iedereen. Het wordt ook niet echt uitgelegd wat er nou eigenlijk precies aan de hand is. Nou, dat was het apparaat. Ja, maar dat zit. Maar dan zouden we ook kunnen zeggen, ja, maar dat was ook binnen 2 minuten uitgelegd. Ja, maar dus, ik denk dat je Into the Spider-Verse niet kunt vergelijken met de films. Als in dat is meer gericht op kinderen. Ja, maar ja. En binnen één verhaal. Ja, ik denk dat als het in een kinderfilm zo simpel uitgelegd kan worden en iedereen pikt het, dan denk ik dat ze dat bij... Nou, nee, ik denk dat kinderen veel sneller zoiets pikken. Ja, maar daarom denk ik ook dat het publiek wat nu naar Marvel films gaat, die weet echt wel wat hier aan de hand is, denk ik. En het echte groot publiek hebben ze al, hè. Ze hebben de top 10 staan 3 Marvel films of zo. Dus mensen snappen echt wel hoe een Marvel film in elkaar zit en wat er hier aan de hand is. Ik denk dat dit heel erg nieuw is. Nou ja, dat dit nog nooit wel is gebeurd. Van mensen van, ja, Marvel, ja, maar ja... Je moet echt wel alles hebben gezien. Dat hoor ik nu bij collega's. Endgame is van... natuurlijk wel een soort van reset, vind ik. Ja. Ik denk dat je best... Ja, vanaf Endgame weer in kan stappen. Zij dat je natuurlijk wat tekort komt, maar la. Maar ik denk ook wel dat dit eindigend is. Hè? Ik denk ook wel dat de grote finale film... dat wordt gewoon dat ze alle tijdlijnen weer recht trekken... en dat ze gewoon doorgaan met de X-Men... die dan via een of andere multiverse binnen zijn gekomen. Ja. Dat zijn onze tijdlijnen eigenlijk. Ja, en dan alleen als het echt nodig is... kunnen ze de multiverse weer even openmaken. Maar ik denk wel dat dit is het... Phase 4 is het tijd... ding. De andere was de Infinity Saga. Dit wordt de Time Multiverse Saga. Ja, ik denk dat de multiverse juist kan moeten blijven bestaan. Ja, maar hij bestaat als het uitkomt. Ik denk dat ze nu gaan zeggen, oh, het is allemaal weer goed. Geen gezeik meer met multiverses. We hebben het gered. En dan zal er vast wel weer een film zijn. Oh nee, hij bestaat toch wel. Ja, precies. Ja, zo zal het ook... dat gaat met Spider-Man eigenlijk gebeuren. Was wat zij nu in Loki hebben uitgelegd, wat niet in de comics was, dat de multi... First War, of hoe noemde ze dat? Ja, multiversal. Multiversal War. Dat eigenlijk alleen maar tussen die... De Kangs. De Kangs was. Yeah. En die anderen, die konden prima, zeg maar. Al die multiverses konden prima naast elkaar leven. Maar die gast was gewoon te slim om dat te gaan doen. Dus als hij er niet meer is. Dus eigenlijk moeten ze hem verslaan, soort van... In elke mogelijke versie van hem. Nou ja, kijk, de multiverse zal nog wel bestaan, maar het is geen issue meer. Laat ik het zo precies. zeggen. Ja. Dus het is gewoon van hij gaat heel veel chaos veroorzaken. Want er is ook al bekendgemaakt dat zowel Loki als Kang, verschillende variants daarvan, zullen gaan opduiken in verschillende Marvel producties. Dus en te beginnen bij What If. Terugwerkende kracht. Ja, toch? Zo ingeshopt in Iron Scarlet Man. Witch. Dat zou echt al vet. Ja, maar zo krijg je natuurlijk de special 25th anniversary cut à la George Lucas. Ik wil het zeggen, dan ga je George Lucas je doen. Dan ga je blijven op de achtergrond simuleren. Ja. Ik ben vooral heel benieuwd hoe dat ze het met Shang-Chi gaan doen. Nou, dat wilde ik net zeggen. Want als je dus kijkt, Doctor Strange staat voor volgend jaar op het programma. 25 maart. Daarvoor hebben we inderdaad Black Widow. Die hebben we al gehad. Shang-Chi en The Legend of Ten Rings, 1 september. Eternals, 5 november. Spider-Man, No Way Home, ergens in december. Dus we hebben nog 3 films voordat die er is. Ja. Ik ga me niks te bedenken, zullen ze nu niet die 3 films aangrijpen... omdat multiverse aan het bioscooppubliek langzaam uit te leggen? Ik denk dat we twee hoofdlijnen gaan krijgen. Ik denk dat we aan de ene kant meer grounded films krijgen... zoals Black Widow en Shang-Chi. Ondanks dat daar fantasy elementen in zitten... is dat wel meer een grounded-achtige spraak, ik bedoel. Mm-hmm. Want het gerucht gaat dus nu dat daar...
mevrouw Valentina, Miss Hydra, Madam Hydra. Dat Abomination, ik weet niet of jullie de trailer gezien hebben, maar Abomination zit erin. Hè? Dat is de bad guy uit de eerste Hulk-film. Het gerucht gaat dat zij hem gaat recruiten in haar Dark Avengers. Hè? Waar we het voor de vorige aflevering ook over hadden. Dus ik denk dat we die verhaallijn gaan krijgen. Dat er een Dark Avengers groep ontstaat. En aan de andere kant heb je de multiverse films. Net als dat je ook bij de vorige fases ook films had die lichtjes inhaken, zeg maar, op het in de Infinity Saga, maar ook films die er helemaal los van staan. Mm-hmm. En dat gaan we nu denk ik ook zien. Ik denk dat het zoiets gaat worden. Of misschien dat wel dat juist dat soort films, die kunnen natuurlijk ook gewoon een stukje terug in de tijd zijn. Net zoals Black precies. Widow heeft gedaan. Gewoon van, oh ja, nee, nu zitten we ergens tussen Avengers en dan. Ja, en dat Shang-Chi zich misschien wel afspeelt en eindigt, misschien wel net als WandaVision, het moment dat de multiverse open gaat. Ja. Dus dat het ook redelijk standalone is. Want Wong zit daar ook in. Ja, klopt. En dat is weer gelinkt aan Doctor Strange. En is Abomination. Dankjewel. Mijn Engels is het perfect. Die zit er ook in. Komt die dan niet met een multiverse? Is dat niet gewoon een multiverse? Voor in Shang-Chi dat met de Legend en zijn 10 ringen, dat helemaal... Ik weet het niet, denk het niet. Ja, ik denk dat zij nog best wel teruggrijpen naar Iron Man en de Mandarin. Ben Kingsley, als die erin zitten, dat zou echt fucking vet zijn. Dat ze dat ik wilde jou bijna verbeteren zeggen, nee, het is Mandalorian, maar dat is het niet. Ja, Mandarin. Mandarin. Goed. Ja, ze kunnen natuurlijk ook nog wel... zouden ze die, hoe heet die stad in... Falcon en de Madripoor. Ja, Madripoor. Dat ze die een beetje aantrekken om dat uit te diepen in film. Dat lijkt mij best wel cool. Misschien bij Wakanda Forever. Die krijgen we ook nog natuurlijk. Ja, maar die duurt nog even volgens mij. Of daar is het nog geen. Is daar al een datum van? Ja, hij staat hier op 8 juli 2022. Oh, dat vind ik best wel snel. Dat zal wel heel snel zijn. Minder dan een jaar. Dat vind ik best wel snel. Er gaan 4 films per jaar komen. Oh. Ja, want we hebben Thor, Love and Thunder nog 6 mei. 2022, dan Black Panther nog, Captain Marvel. En deze agenda houdt ook geen rekening met COVID-22. Nee, dat is inderdaad nog... En dan Guardians of the Galaxy 3 nog ergens tussendoor. En dan alle Disney Plus-series zie ik er ook nog tussen staan. Ja. Fucking hell. Ja, want ik vind... Ik ben benieuwd hoe ze het... Hoe ze een bad guy in een soort van multiversal manier gaan aanpakken. Ja. Thanos was natuurlijk best wel een soort van veldslag, wat toch uiteindelijk dat was. Ook al was hij wel zeg maar in space, maar uiteindelijk was het gewoon vechten tegen hem. Ja, kan je dat nog tegen Kang doen? Of is dat moet dat op een andere manier aangepakt worden? Volgens mij is Kang meer... Nou ja, dat zei ik de vorige keer toen we het hadden over wie zou die wel of niet in Loki zitten. En toen dacht ik, ja, is hij wel de bad guy, want hij is meer technisch en slim en niet per se een maarschalk. Maar dat klopt ook met wat te zeggen. Hij is natuurlijk wetenschapper eigenlijk. Die ontdekt met al die dimensies. Ja, en er zit één klojo tussen die denkt van, ja, maar ik kan of andere werelden veroveren. Slimste. Kijk, ik weet nu niet of het een gerucht is of... Volgens mij gaan we heel veel Kangs zien. En zal de oorlog zijn dat de Kangs het uitvechten en dat wij daar het slachtoffer van worden. Ja. En dat de Avengers... En alle andere helden, die team zich dan ook noemen, dat zij dat proberen te stoppen. Maar volgens mij zijn we in eerste instantie helemaal niet echt per se onderdeel van die oorlog. Ja, misschien zo'n Doctor Strange wel, bijvoorbeeld. Die dan wel bijvoorbeeld net zo met... Ik denk dat hij zich er het eerst in maakt. Ja. Dat hij misschien ook de tijdlijn kan zien, net zoals die vrouw in... In Infinity War. Die liet dat zo zien, van kijk, die liet eigenlijk een Nexus event zien. Ja, gewoon kijken, hier is een vertakking. Ja, dat is, die gaf inderdaad al aan van ja, nee, maar als je hem wegneemt, dan krijg je... Ja, ja inderdaad. Ja. En hij sluit hem ook weer. Daarom is dat natuurlijk geaccepteerd door de TVA, omdat hij, He Who Remains natuurlijk gezien heeft, van dat komt toch wel weer goed. Ja. Dat is een vertakking die weer terugloopt. Ja. Ja. Is trouwens nog iets wat ik even vergeet. In de serie zeggen ze, oh, we hebben alles al gehad. Skrulls, huppelepup, dit en dat. En op een gegeven moment zegt hij ook vampires. Ja. Dus dan hebben we de opening naar Blade al. Ja. Dat is ook geweldig. Oh, ja. Daar is volgens mij gisteren iets bekend geworden over Blade. Volgens mij de regisseur is bekend. Ja. Het is weer een, Marvel heeft weer een onbekende filmmaker in de arm genomen. Daar weet ik even niet wie dat was. Ja.
Dick Maas. Maar het wordt dus wel een film. Want het was wat we hebben het daar nog over gehad. Dat het niet helemaal zeker was wat Blade nou eigenlijk zou worden. Ja, want er is nooit gezegd dat het een film zou zijn. Nee, nee, maar het is nu dus wel officieel het... film. En voor 2023 ook. Dat is wel bekend. En voor 2023, ja. Oké. Okay. Ja, dus, maar ze schijnen een hele lange zoektocht hebben gehad. Ja. Naar een geschikte filmmaker. We hebben honderden mensen gezien, zeggen ze. Maar dit is, lijkt mij een beetje overdreven. Ik denk dat de uiteindelijke climax gaat natuurlijk worden. Dat ze Kang verslaan. Maar dat juist wat ik zeg is natuurlijk bullshit. Al die tijdlijnen die exploderen gewoon. Dan komt van alles komt er gewoon door elkaar te leven. Dus dan komen vampieren, massaal mutants. Ik denk dat het zoiets wordt. Door een soort van slide. Ja, kijk, het is oneindig. Ja. Ik bedenk me nu dat de volgende phase, dat is Marvel versus DC. Als het universum oneindig is, dan bestaat er dus... Vet. James Gunn heeft gepitcht, hè? Want die is vrienden met DC en Marvel. En die hebben allebei gewoon een beetje gepolst van... serieus, heeft hij gevraagd. En zei, iedereen vond het idee wel leuk, maar... Maar hoe vet zou het zijn dat Flash multiverse vertakking met het Marvel multiverse? Ja. Nou, ik was in het begin, na 5 of 6 jaar Marvel, best wel kritisch. En toen dacht ik, dit duurt nog 1 jaar of 5. Hmm. Hoe lang blijft dit cool? Maar ik denk dat zodra iets meer dan 1 generatie is, dan is er alweer zo'n grote groep die nieuw is, dat het oneindig wordt. En nou, nu bestaat het 13 jaar of zo, 14 misschien wel bijna. 2008 was Iron Man, dus dan zitten we op 13 jaar. Jesus Christ. Toch? Dus kinderen die toen misschien net niet mochten kijken van hun ouders, die krijgen nu bijna kinderen. Ja. Ja, ik kom uit Amsterdam-Noord. Hè? Dus het lijkt me dat als je maar lang genoeg wacht, dat over 10 jaar, 15, 20 jaar... Hele nieuwe Marvel versus DC. Star Wars. Nee, is Star Wars, denk ik. Dan Marvel versus DC. Ik denk dat Star Wars, afgezien van licentie, denk ik dat dat bijzonderder zou zijn. Om te mixen met Marvel. Ja, omdat dat geen superhelden zijn. Als het ware geen superhelden. Ik denk eerst nog Fantastic Four erin. Dat soort extra franchise die ze nu erbij hebben. Ik dacht net aan Fantastic Four. Van wow, Blade, nieuwe regisseur. En hoe we altijd zo hyped zijn voor films. Ik heb de laatste Fantastic Four gekeken gisteren. En toen dacht ik, maar toen er een nieuwe kwam, was iedereen van, wow, vet, er komt een nieuwe. En hij is echt heel stom. Ja. En ik weet hoe cool ik Blade vond. En ik ben best wel hyped voor Blade. Mm. Maar hoe meer films er komen, des te groter wordt de kans dat het echt tegenvalt. Ja, maar je merkt denk ik met superheldenfilms van Marvel, ze moeten wel door Marvel zelf gemaakt worden. Dat is natuurlijk waar Sony ook constant tegenaan loopt. Ik heb het volste vertrouwen in Kevin Feige. Die man weet gewoon echt wat hij doet. Die snapt het publiek gewoon, denk ik. Nou, dat denk ik ook. Ja. Maar het is toch ook gewoon statistisch gezien... Het kan moet toch niet fout... alles vet zijn? Nou ja, Thor was ook niet echt goed. Maar die was Thor Ragnarok hoorde ik net dat hij heel slecht is. Ja, super kut. Maar Henk heeft geen smaak. Maar daar heb je wel een punt. We hebben nog geen... Dank je. Melvin. Wees naar Melvin. We hebben nog geen remake... van een soort van franchise gezien. Als in Fantastic Four heeft natuurlijk 3 iteraties naast de tekenfilmserie. We hebben 3 films. Ja. Maar dat hebben ze bij Marvel nog niet echt gedaan. Nee. Spider-Man. Straks niet meer. Als de andere Spider-Man erin opduiken, dan is het... Maar dat hebben ze wel gedaan. Je had natuurlijk Spider-Man, toen Amazing Spider-Man en nu Marvel Spider-Man. Dat hebben ze wel laten zien dat ze dat echt wel kunnen. Ja, je zou de Hulk dan ook wel een soort van... Ja. Niet een remake, maar een reboot kunnen noemen. Ja, maar dat was net nog voor... En dan bedoel ik het personage. Ja. De acteur. Ja, je had natuurlijk Hulk inderdaad. En toen die Incredible Hulk. Ja, ik bedoel de Hulk met Edward Norton. Dat is MCU. Ja. Maar daarvoor had je ook Hulk van... Ja, maar dat was dan... Ja, sorry, ik dacht met de remake specifiek dit. Ja, ik denk dat het, als dit lang genoeg bestaat... dat remakes geen eens hoeven. En dat je dus wel een... dat je gewoon reboot krijgt van characters in hetzelfde universum. Ja, precies. Nou, ik denk dus ook dat nieuwe, het helpt. Net als de nieuwe Captain America. Ja, ik denk dat het wel gaat helpen als je bijvoorbeeld Fantastic Four hebt... met een karakter die we al kennen. Net zoals wat ze bij Spider-Man hebben gedaan met Iron Man. Beetje die zijn mentor is. Ja, dat de nieuwe Fantastic Four film... niet alleen maar Fantastic Four is, maar dan zit er ook nog... Yeah. Kang in, want Loki, Kang zou dan de broer zijn van Reeds. Nee. Dat is volgens mij is dat toevallig.
Dat is gewoon toeval. Want hij heeft, want maar Reed Richards heeft wel een voorvader of zoiets. Ik weet niet. Ik heb geen idee. Ik heb lees geen comics. Hij heeft een voorvader die... voorvader. Nee, ik verstond het echt niet. Want hij heet ook Richards. Volgens mij heet Kang ook Richards. Ja, maar dat is niet zijn... Een van de Kangs. Een van de Kangs. Ja, maar dat is niet familie van Reed Richards. Ik heb ook weer wat gehoord en ik drop het al even. Een name dropping. Ja. En ook X-Men denk ik dat er ook voor dat Star Wars er in Marvel getrokken wordt. En als Star Wars is geweest, dan denk ik dat ook nog eens de Mickey-verse of de Disney Princess-verse geopend wordt. En we hebben nu al een kleine teaser van gehad. Want als je in de laatste aflevering achter Jonathan Myers ziet, de hele Mickey. En dan die twee. Echt waar? Mickey-logo. Ja. Dat is me niet opgevallen. Kan je zo dan vol overheen leggen? Dan krijgen we een soort van Space Jam dan met Disney-figuren. Ja. Onze overlord. Dat dan? Ja. Nou, dat zou kunnen als je die Spider-Pork natuurlijk ziet. Dope. Ja. Dat is wel een soort van wat ze toen hebben gedaan. Dat is waar. Hey, over de toekomst. We hebben nog een kijkersvraag. Okay. Van Harmen Moes. Oh, dope. Vraagt ons... Harmen. In 2012 hadden we 6 original Avengers. Wie denken jullie dat zullen zijn voor de nieuwe Avengers? Want we krijgen natuurlijk weer een nieuwe samenstelling van helden. We zijn er ook een paar verloren. Wat zit daarin? Ik denk... Doctor Strange. Thor. Ja. Thor nog... Ja, zou Thor... Ja, Thor blijft. Ik denk dat Thor nog 1 film krijgt hierna zelfs. Ik denk dat de Thor de eerste 2 films gaan we vergeten. En dan wordt er gewoon een nieuwe trilogie. Ja. Die begon met Ragnarok. Ja. En eindigt met Thor 3. Ik denk niet meer dat ze die bij elkaar gaan trekken. Ik denk dat ze dat ze het over een andere boeg gaan gooien. Als in, ze zijn nu heel erg bezig met die chick die al die Dark Avengers bij elkaar trekt. En je hebt geruchten dat je elke keer die kinderen tegenkomt. Dus je hebt die kinderen van Scarlet Witch. Je hebt dat kindje van... die je in Falcon and Winter Soldier ziet. Die andere super soldier, die oom. Oh, die kleinzoon. Ja. Dat zou ook iemand van die Young Avengers zijn. Ja. Kid Loki is ook een Young Avenger. Ja, precies. Dus dat je allemaal van die Young Avengers krijgt. Dus dat je een soort van in plaats van... Oh ja, we gooien weer allemaal karakters bij elkaar. Dat ja, daar zit al wat in. Een soort van band, ik denk wel dat Avengers band blijft bestaan. Maar dat het gewoon een kleiner... Dat er inderdaad meerdere teams gaan ontstaan. Ja, misschien meer een trainings... Ja. Faciliteit. Ja. Wat ze nu natuurlijk ook wel een beetje hadden, maar meer zo van, oh ja, daar trainen we dan bijvoorbeeld die kiddo's om... Krijgen we dan ook andere superhelden dan alleen maar uit Amerika? Ja, zeker. Dat denk ik ook wel, ja. En veel meer vrouwen, want dat is nodig. Nou, ik even denken, hoort zij Miss Marvel? Hoort zij Kabula? Nee? Kamala Khan. Dat is natuurlijk, zij komt uit India, als ik Pakistan. Oh ja, die kiddo hebben we ook nog, dat meisje. Ja, precies. Die. Nou ja, die van Hawkeye. Daar, maar zij zit in de nieuwe, in Captain Marvel 2, hè, in de Marvels. Dat is zij, Monica Rambeau en Captain Marvel. En ik denk dat er Hawkeye wel chick. Een Avengers team komt. En dat nee, maar misschien ook best wel naast elkaar, want er zijn heel veel helden. Ik bedoel, Spider-Man is een Avenger geweest. Tenminste, zo goed als, / bijna. En Falcon en Winter Soldier. Zeg maar best wel veel die we al kennen. Maar... Je zegt geweest, maar is het überhaupt nog Avengers? Zijn ze daar eigenlijk nog? Jawel. Nu, ik zit bedenken naar Endgame. Hebben we nou nog überhaupt Avengers? Ja, we hebben maar Endgame over, maar zijn hebben ze we alleen maar Spider-Man. Je hebt gewoon dat Avengers gebouw. En Nick Fury, die heeft gewoon nog steeds S.H.I.E.L.D. En daar komen nog steeds superhelden bij. Ja, maar dat ding Nick wordt Fury gaat natuurlijk naar Web. Hoe heet dat? Die hele Sword. Maar S.H.I.E.L.D. blijft nog steeds bestaan. Ja. En daar zitten nog steeds wel Maar die Avengers compound die wordt toch opgeblazen door Thanos? Ja, maar dan bouwen ze toch weer een nieuwe. Ja, vooral nadat ze de aarde gered hebben. Scarlet Witch, dat is toch een nieuwe compound? Van S.H.I.E.L.D. Maar dat is S.W.O.R.D. toch? Dat is S.W.O.R.D. Oh, dat is S.W.O.R.D. al, ja, S.W.O.R.D. sorry. Maar nou ja, ze hebben geen plek en er zijn geen Avengers... Want die zijn allemaal uit elkaar. Hmm. Oké, maar... Nee, maar ik bedoel, je ziet niet dat ze bij elkaar komen. Nee. Ja, maar ik denk dat het... De Hulk is er ook nog. Vooral nadat ze Thanos hebben verslagen, zullen ze echt wel weer een superhelden team hebben. Nee, dat lijkt mij ook. Nee, het lijkt me ook. En daarom denk ik dat ze er wel zullen zijn. En dan heb je misschien de ouderen, zoals de Hulk, en dat er de nieuwere langzaamaan bijkomen, getraind worden. En dat het inderdaad een beetje een Xavier's Instituut wordt. Dat zal dat zo'n Young Avengers serie worden dan misschien. Ja. Want die personage die we net noemden, die kinderen ik denk, van... Ik denk dat die... ideaal materiaal voor zo'n serie. Die komen ook... deels in een serie.
Ja, precies. Maar dat ze dan gezamenlijk, dat ze geen Avengers film hebben, maar Avengers serie hebben. Nee, ik denk dat Kevin Feige heel veel lijntjes aan het uitzetten is. En dat hij gewoon langzaam een beetje aftast van, is dit de moeite waard om hiermee verder te gaan? Het is natuurlijk een meerdere jaren project. Dus en dat je bedoelt wat hij uit de community terugkrijgt van reageren mensen. Als hij merkt dat mensen gehyped worden door Young Avengers, dat mensen beginnen te van, wow, mensen vinden dat cool dat de dochter van Hawkeye erin zit en Kid Loki en die kinderen van, oké, daar moet ik meer mee gaan doen. Mm. En ik denk, en als hij merkt van, ja, mensen doen daar niet zoveel mee, dan laat hij dat gewoon een beetje gaan. En tot het een keer uitkomt of het nodig is, dan kan hij ze weer terughalen, kan hij ze weer in gaan zetten. Want hij heeft inmiddels zoveel lijntjes uitstaan dat ik niet echt denk dat het dat alles uitgewerkt gaat worden wat wij nu kunnen bedenken. Dat uiteindelijk kan er wel, maar ik denk dat dat... Dat er nog heel veel meer is. Ik bedoel, want wij horen geruchten, maar voordat die... Precies. Ik denk dat er dagelijks misschien wel 10 scripts bij Feige op zijn bureau belanden. We zijn heel Secret Invasion vergeten. We zijn heel Moon Knight vergeten. Dat zijn allemaal nog... Secret Invasion, wat gaat dat weer worden, weet je wel? Dat wordt ook episch. Ja, ik vind het ook zo verpand dat voor die rollen al mensen gecast worden. Dat is wel nog helemaal totaal niet... Ja. Maar ik vind dat vind ik het rare van Marvel. Want corona of COVID laat nu zien dat je misschien wel niet zo strak een planning moet hebben. Mm-hmm. Dus oké, we gaan een nieuw film maken en die komt uit in 2023 op 16 juli. Maar we hebben niks. Nee. Dat lijkt me voor niemand fijn werken. Nee. En ik denk dat Marvel op dit punt wel moet, omdat ze dit grote universum willen creëren. Nou ja, ik denk ook dat Disney gewoon zegt van jongens, we poepen er nu 3-4 films uit, want dit is natuurlijk de gouden eeuw voor dit soort films. Dat houdt natuurlijk een keer op, dat weet Disney ook. Ja. Dingen was wel, is helemaal ingestort, hè? Scarlet Witch, Black Widow. De eerste week stond hij nummer 1 in de box office. Ja. $90 miljoen en $60 miljoen op Disney Plus, volgens mij. En de tweede week is dat met 67% in elkaar gezakt. Echt? Ja. Wat zijn de cijfers eigenlijk? Zeg maar, nou, wat is de rating? Ranking? Ranking. Veel domein had. Ja. Dan hadden 3,5 ster, denk ik. Zoiets ongeveer. Ja, volgens mij zit hij... Ik denk dat hij gemiddeld zit, hoor. Ja, het is een beetje... Het is ook altijd variërend tussen de 4 en 3 sterren zo'n beetje. Maar hij wordt je bedoelt ook gewoon van alle films wat hij op heeft gebracht. Nee. Ik bedoel gewoon... Het ontvangen. Kijk, de eerste week natuurlijk dat mensen naar uitkijken. Mm-hmm. Als de tweede week slecht is, zou je kunnen stellen dat het mond op mond is en dat mensen hem gewoon laten gaan. Nou ja, wat je dus nu had... Dat is trouwens ook de meest pirated film. Ja, precies. Dat is precies wat er nu aan de hand is. Daar zijn ook bioscoop-eigenaren zijn ook helemaal bang nu. Had ik vanochtend een artikel over gelezen. Zij zien dus het gevaar van Disney Plus in. De eerste week gaat iedereen betalen. En de tweede week is die film, die is out in the open. En dan heb je mensen die piraten hem. Dus je hebt een mooie kwaliteit, gewoon 4K-kwaliteit of whatever. Kun je hem gewoon vinden online. Ja, ik heb hem... Ja. Inderdaad online ook voorbij zien komen. Ja. En dat was geen cam. Eerder moest je dan echt zeg maar iemand bij de bios scannen en dan en proberen het daarvan te rippen. En nu kan je letterlijk gewoon je scherm opnemen om een hele goede rip ervan te krijgen. Ja. De tomatometer, dat is toch wat, is 81%. Ja, dat is gewoon heel leuk. Zoals wij het publiek, denk ik, waarschijnlijk. Ja. En de audience score zo een kwartiertje geleden verteld. Hoe lang was het geleden? Een half uur, 3 kwartier. De audience score is 92. Dus dat is best wel netjes. Ja, goed, dan is het dus dat gepiraten. Ja, maar ik denk ook nu, want Disney heeft het nu $60 miljoen heeft Black Widow opgeleverd, Disney Plus. Ja. Heeft die film heeft toch iets meer gekost? Dus ze snijden op een of andere manier toch zichzelf toch. Ja, maar daarom gaan ze nu wel te verwachten. Ja, dat precies. Ja, natuurlijk is het te verwachten, maar het is natuurlijk. Ik snap natuurlijk de redenering erachter van alles wat mensen uitgeven gaat 100% naar jou terug. Je hoeft niks aan de bioscoop. Normaal gesproken gaat natuurlijk 55% vloeit terug. Dus er blijft natuurlijk ergens 50%, 45% steken. Dus ik snap dat wel. Alleen nu denk ik, hij heeft 60 miljoen. Nou, dat wordt dan misschien 80. 200 miljoen budget. Ja, maar dat is... Moet je kijken. Kijk, het is natuurlijk ook dat ze... ik denk dat hun wens was de film wereldwijd in de bioscoop en helemaal niet op Disney+. En dat ze nu geen keus hadden en gewoon eieren kiezen voor hun geld. Want hoe langer ze hadden gewacht tot alles goed ging, des te langer had het geduurd voordat we, voordat het verder zou gaan. Ik denk dat er dan wel ook wel wat meer mensen naar de bioscoop zijn geweest, maar dat ze nu wel, want het is wel 60 miljoen zeg maar dan hebben ook mensen nog een abonnement moeten afsluiten die ze misschien gaan houden omdat ze zien dat er nog andere dingen opstaan. Ja, dus dat je zegt dat je ook nog die 8 euro per maand moet ook nog een keer... Ja, dat is veel meer returning revenue wat je natuurlijk hebt. In plaats van iemand die gewoon één keer iets koopt, heb je ook nog dat ze een abonnement hebben afgesloten. Ja. En dat ze dat misschien niet gaan... Dat is waar. Stoppen. En dit is ook waar wij het een tijdje geleden over hadden. Wat je nu gaat zien waarschijnlijk is dit gewoon veel meer mid-budget films. Dus dan niet meer de mega... Daarom is het ook goed dat
Robert Downey Jr. er niet meer in zit. Want die gast, dat is gewoon een tiende van je budget ben je al kwijt om alleen die acteur te krijgen. Ja. Mm-hmm. En nu gaan ze veel meer werken met goedkopere acteurs, denk ik. En kleinere budgetten om gewoon dat geld gewoon terug te verdienen. Ja, ik vond het dus wel grappig om te zien, want Black Widow heeft dus 200 miljoen kost het. Maar die Avengers kostte 220. Ja. Ja. En die Eternals kost ook 200 miljoen. Ja, ik vind 200 ook veel. Dus dat is toch heel veel voor deze film. Black Widow eigenlijk. Ja. Ja. En het is niet dat Scarlett Johansson 50 Captain, krijgt. In Captain Marvel, waarvan ik zou denken van een beetje hetzelfde. Ja. 150. Oh. Oh. Dus heeft Scarlett Johansson dan zo... Misschien een goede deal gemaakt. Ja, kijk, dat kan ik me best voorstellen. Ik kan me bedenken dat in het begin de grotere acteurs veel meer geld kregen. Want je hebt een nieuw genre dat je lanceert en je wil dat mensen naar de bioscoop gaan. En dat werd Wij zijn zo groot door jullie. Robert Downey bijvoorbeeld. En dat het nu is van ja, iedereen wil in een Marvel film. Want iedereen weet als je daarin komt, dan word je groot. Dus als je 100 miljoen euro vraagt, dan neemt ze iemand anders. Mm-hmm. Ja. Ja. Ja, dan nog vind ik hem heel duur, eigenlijk. Als je hem vergelijkt, klopt. Zeker. Maar ik denk dat Avengers eerder gewoon goedkoop was. Ja, dat zeker. Maar als ik dan dat is waar. Ja. En zeker met... Captain Marvel goedkoper zelfs. En dat is natuurlijk ook, ze sluiten natuurlijk een multifilm deal af. Hè? Dus die acteurs die krijgen misschien wel 60 miljoen, maar dat is dan voor... vier films of zo. Ja, dat tegenwoordig ook weer wat terugdraaien. Ja, precies. Dus Endgame was dus 350. Ja, maar goed, die is door de 2 miljard grens gegaan. Dus in die zin zal het niet zo heel veel. En dan hebben we nog niet eens gehad over alle merchandise, wat er dan bij komt. Ja. En dan die debielen zoals die dan nog Blu-ray willen kopen. Ja, maar dat is wel wat is dat? Een winstmodel. Ja. Niet wat ze verdienen direct op een bioscoopkaartje, maar wat ze krijgen aan merchandise. Nou, het was zo dat Disney verdiende ten tijde dat Spider-Man alleen bij Sony lag, meer aan Spider-Man dan Sony. Omdat er zoveel merchandise gekocht werd door die films, dat leverde veel meer voor Disney op dan voor Sony zelf. Waar blijft die trailer van Spider-Man No Way Home? Laten we gewoon weer afsluiten met een paar verwachtingen. Moeten we die vraag nog niet even goed beantwoorden? Hebben we dat niet goed beantwoord? Nee, sterk nog, we hebben hem geen eens beantwoord. Melvin, jij mag hem beantwoorden. Oh. Wie denken jullie dat... Wie zijn de nieuwe Avengers? Vroeg Harmen Moes. Oh ja, we hebben hem wel beantwoord. Ja. Ja. Laten we de vijf noemen. Ik denk Doctor Strange. Ik denk dat Thor de baas... Thor en Doctor Strange, dat worden de bazen, zeg maar. Ant-Man blijft erin zitten. Captain Marvel. Maar inmiddels wel, want die is er al zo lang bij. Die kent het. Dus maar ik denk dat sowieso Ant-Man, Doctor Strange. Captain Marvel. Captain Marvel niet, die blijft eruit. Spider-Man is een Avenger nu. Mm. Maar ja, die deal met Sony, dat is natuurlijk... Het schijnt wel dat hij verlengd is, denk ik ook wel. Dat Spider-Man er altijd in zit. Hulk, denk ik sowieso. Banner. En ik denk dat de nieuwe Black Widow erin komt. En ik denk dat Hawkeye er niet meer in komt. Dus ik denk dat die Florence Pugh, die zal er wel in komen. En, ik dacht dus echt dat zij, Jelena Belova, die zij speelt, dat meer dan de hoofd van de jonge Avengers zou worden. Nee, denk je? Dat vind ik niet. Ik doe ook gewoon een... En dan kunnen we daar volgende keer over... Ik denk niet dat Thor erin zit. Net zoals Captain Marvel. Ik denk dat Captain Marvel net als in Infinity War / Endgame gewoon over het hele universum dingen doet. En ik denk dat Thor met de Guardians, dat best een goede match is. In eerste instantie en dat hij later dingen alleen doet. Of zo. Maar ik denk niet echt dat hij per se bij de Avengers zit. Shang-Chi zou er ook nog wel in kunnen. Oh ja. Dat denk ik die zullen ze ook niet voor niks introduceren, denk ik. Ja. Kan ik me zo voorstellen. Misschien dat Chris Hemsworth de nieuwe Robert Downey is qua kosten. Die is nou ook niet meer dat, de dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar zal die echt nog meer maken dan deze vier ik denk wel wat jullie net zeggen. Ik denk dat de focus straks wel weggaat van die Avengers. Die Avengers blijven gewoon bestaan. Maar ik denk dat straks Fantastic Four wordt het nieuwe team waar de focus op gaat liggen. En daarna worden de X-Men het nieuwe team. Dit was meer, de Avengers was meer springplank om de rest te introduceren. Maar de Avengers blijven wel bestaan. Alleen ze zullen wat minder prominent aanwezig zijn. En daardoor wordt het wat goedkoper, zeg maar, om die films te maken. Ja. Omdat je niet 10 jaar lang elke keer diezelfde karakters terug hoeft te laten komen. Dat denk ik. Ik ben benieuwd. Ik ook. Nou, de toekomst ligt open. We hebben een hele rits aan films gehad. Of in ieder geval die nog aankomen, moet ik zeggen. En series. Ik denk dat Shang-Chi weer zo'n film gaat zijn die niet gaat werken. Ja, voor jou. Ik vind dat al niet echt meer een voorspelling.
Je blijft gewoon een beetje kritisch, Henk, van voor. Ja, nee, maar ik denk letterlijk dat dit een van de films zal zijn. Dat ze denken, heeft net de plank misgeslagen. Ja? Wat ik nu van de trailer zie, denk dat te veel soort proberen, soort van grappige fanservice en dat soort dingen. Maar dat uiteindelijk... Ik denk dat dit het kung fu genre gaat revivalen. Ja. Denk ik. Ik hoop het. Laten we dat de volgende keer, nadat we die hebben gezien, even meenemen. Dat we dit nu gezegd hebben. Ja, precies. Ja, ik ga volgende keer proberen dat soort dingen allemaal zo. Ja. Ik denk ook niet meer dat er Avengers komt. Nou, dat komen we ook over een paar jaar dan. Nou, dat kan me nog wel voorstellen dat er geen Avengers meer komt. Nooit meer. Ja, misschien over 10 jaar of zo. Ja, of als serie met jonge Avengers. Ik denk dat de Fantastic Four, dat wordt de eerste grote teamfilm, denk ik. Gaat er even duren. 2024, 2025? Weten we niet. Het zou 24 zou wel mooi zijn. 2024. Oh, dat zou echt wel een mooie datum zijn. Stunt hier. Denk het wel. Prachtig. Kevin? Mag je hebben. Ik bel. Mag je hebben. We bellen. Ik zit even te denken wanneer onze volgende podcast assemble zal zijn. Ik neem aan bij What If. Want dat is de serie, in ieder geval de volgende augustus. Van Marvel productie. Ja. In augustus. Nou, we gaan even vakantie. Wat zeg je? Ja, precies. Ja, we maken sowieso vakantie, wil ik zeggen. Wanneer is die uit dan? Wanneer is die klaar? Wat zijn er 10 of zo? Zijn er, ga ik even kijken. Ja. Wat had ik erbij gezet? 10 afleveringen. Ja, eind mid-oktober. Ja. Ja, zoiets. Als we dat nog zijn. Als we niet allemaal gewoon van de COVID omgekomen zijn. Oh, ja. Zitten we hier allemaal. De Delta variant. Ja, en dan kunnen we, als het oktober is, dan nemen we Shang-Chi ook nog even mee. Ja, dat is wel een goeie inderdaad. Gaan we zitten naadloos in elkaar over. Gaan we weer in die anything zitten. Oh. Ja. Score. Alright. Dit was de 5e podcast assemble. 5e podcast. Denk ik. Toch? Tenzij we die met Black Widow aanplakken. Dan nee, ik heb net van Henk gehoord. Dat worden 2. Als je nou denkt, dan is de 5e. Precies. Wow. Hebben wij. Dat is al zo lang geleden, die van Black Widow. Ja, daarom. Ja. Dus als je nou thuis kijkt of luistert en je denkt, Black Widow, heb ik dat gemist? Nee joh, kijk gewoon op youtube.com/filmers. En daar staat hier gewoon YouTube. De 4e podcast assemble. Of... op Apple... Op Audio Geeks. Apple Podcasts. Ja. AudioGeeks.nl. Op Spotify. Anchor. Anchor, dat is van Spotify. Oh. Stitcher, Spotify, Overcast. En op AudioGeeks.nl, waar je nog veel meer Nederlandse geek-podcasts kunt vinden. Waaronder de Filmerts. En Shea Geek zijn wij. CHEZGEEQUE. Superleuke podcast. Maar ook Geek is op je speakers. Fanservice van Mike. Movie Geloof met Vrienden. Moet ook een keer langskomen. Zeker. En dat. Ik weet eigenlijk niet hoe hoog een Marvel-gehalte is. Dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat is een hele goeie. Ik heb er nog nooit iets over gehoord. Ze vinden het wel heel leuk om over Jurassic Park te praten. Ja, maar die hebben wij al gehad. Ja, maar dat gaan we gewoon nog een keer doen. Ja, dat is wel goed. Nou, mocht je willen weten wanneer we dat gaan doen, hou ons in de gaten via alle socials. Instagram en Facebook, daar zijn we het meest actief op. Dus klik op die volgbutton en op de like-button. En de subscribe-button en alle andere buttons waar je op wil klikken. Like of stuur ons een mailtje. Hoe zei dat? Like is a skikey. Like is... Precies dat. Dit was voor Loki. Tijd voor de... Hokey. Hokey? Nee? Oké. Nou, dat was de belofte aan het begin van de aflevering. Nou, alright. Okay, goed. Nou. Wij sluiten af. Tot volgende keer. Doei. Hey, doei.